Puntjes bij schrijven. Mooi op lid. Het voordeel is hier hoor, je hebt een vrij ruime baan. Is er ruimte voor een aanval? Hier een drietal achterblijvers. Kijken wij hier weer naar de koplopers in de wedstrijd. Hier worden de punten verdeeld. Punten 3, 2, 6, 1 punt. Betekent dat in dit geval Luc de Raad 2 punten krijgt bijgeschreven en 326 is Tom den Heijer. De punten van de vorige doelpost. Daarmee schuift Luc de Raad op naar de virtuele leiding. Je wordt gemeld, Luc ter Haar voorop, Den Heijer aan vlak achter, ik zie jullie Dijkstra. En dan is het Bakhover, dat is het kopgroepje op dit moment, Kasper de Gier in achtervolging. Voor Den Haar, Dijkstra, Den Heijer en Holwer zijn met z'n vier voorop. Zij hebben twee achterblijvers in het vizier, maar dat zijn wel degelijk de koplopers. Wordt op een even aantal, betekent dat we hier weer punten gaan toekennen op de meet. Zeven en 214, 7, 2 punten, 214, 1 punten. Den Haag dus op dit moment virtueel aan de leiding in koers. Bellen voor de koploper. Ruud Dijkstra middels de koppositie opgenomen. We gaan het doek op het vinkertaal, Mark Holmer ertussenin en Den Haag ook mee. Mannen met z'n vieren voorop, Kajal Vosthuner naar de buitenkant. Hij was als achterblijver in dit deel van de race, is hij eruit gehaald. Was A junior, fantastisch gereden Kajal, super. Kijken we wel even hier naar de meet, want daar liggen de punten weer voor het oprapen. En 3,26, ook in die volgorde. Dus Luc de Haan wederom 2 punten voor hem en Den Haaier 1 punt voor hem. Luc nu op 11 punten. In officieus opzicht, maar op 11 punten leider, virtuele leider in de wedstrijd. Gaan we naar een oneven aantal, betekent dat we weer gaan bellen. Den Haaier op dit moment voorop, Den Haar er vlak achter. Gevolgd dan door Bart Holwer. Zie ik ook nummertje 134, Jorian de Kamer daar nog. Als we de vier zie ik, Evo Vos meen ik te herkennen. Dan zijn we wel richting de finale van deze finale natuurlijk. Hier op de meet liggen met een paar puntjes klaar. Drie, 26 en 7. Ook een nieuw volgorde. Dus 3,26 en hij heeft 2 punten. Ter Haar 1 punt toegevoegd aan totaal. Tom komt ook op 6 punten. Gedeeld aantal met Raymond Vos volgens mij. Luc de Haan natuurlijk voorop. Punten totaal. En bij de koplopers gaan we bellen. Dus voor deze twee heren klinkt de laatste bel. Bel voor de laatste ronde. Luc de Haan en Den Haaier. Dan is er nog 1 punt te verdienen voor deze heren die in de achtervolging gaan. Ik zie ze eerlijk gezegd dit gaan niet dichtrijden. Ter Haan en Den Haaier. Zij zijn op avontuur en zij trekken het langst eind. 3, 2 en 1 punt op de meet. Van deze achtervolgers zie Kasper de Gier nog een laatste inspanning doen om te kijken of hij er nog een puntje aan toe kan voegen. Die 3 en die 2 liggen volgens mij wel aardig vast. Den Haaier en Den Haar.
Hij de handen al, hij lukt eraan. Prachtig gezicht. 3-6, hij 3 punten. Ten Haar 2 punten. En Kasper de Gier in de laatste doelpunt 1 punt. Kijken we naar de aandachtsrechter. Die dat bevestigd kan krijgen. En 23. Ja hoor, dat wordt bij deze officieel bevestigd, die laatste de opkomst. Eén rijder nog in de baan. Dus nog even. Baan vrij houden alstublieft. Hiermee is het dus Luc ter Haar die deze nationale titel opeist en heeft verdiend.